Ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Nou, we zijn live. En dan, ja, voordat de mensen ons zien, dat duurt altijd eventjes. Dus dan babbel ik meestal even vol met van, nou ja, we gaan even wachten. Kijken of er kijkers komen. Misschien komen er ook wel geen kijkers, je weet het nooit. Maar ik ga ervan uit dat er altijd wel iemand komt. En ja, dan mag je dadelijk je eigen voor gaan stellen, natuurlijk, als eerste. Want dat is altijd wel leuk, dat de kijkers weten wie er ja, bij mij in de live aanwezig is. Natuurlijk komen er ook altijd wel mensen die jou al kennen, maar vaak ook mensen die jou nog niet kennen. Dus ja, dat is altijd wel leuk. Nou, de eerste kijker is er al, dat is mooi. Ik ga wel zeggen, mocht je een vraag hebben voor Mienke, schrijf hem hieronder in. Dan ga ik hem aan Mienke stellen. Ik denk dat ze bijna op alles antwoord geeft, zolang het over boeken en schrijven gaat. Heb je een andere vraag, mag je hem altijd stellen, maar of je antwoord krijgt, dat kan ik dan niet beloven. En dan gaan we denk ik maar gewoon beginnen. Laten we dat doen. Ja, toch? Jazeker. Nou, ik ken jou en je boek al, maar voor de kijkers die jou nog niet kennen, stel je eigenlijk even voor. Wie ben je en welk boek heb je geschreven? Ja. Ik ben Mienke Feijen. Ik ben 46 jaar, woonachtig in het prachtige Brabantse Loon op Zand. Samen met mijn man en mijn twee kinderen. Geboren en getogen Brabantse. Ik heb het boek Naar de Noorderzon, Weg van jou geschreven. Ik zal hem even laten zien. Ja. Hij is erbij. Ja, daar ben ik eigenlijk in de zomer, of na de zomer van 2019 mee begonnen. En eigenlijk geïnspireerd tijdens een vakantie in Noorwegen, die ik eigenlijk die zomer gemaakt heb. Reis door Noorwegen. En dat gaf me wel wat inspiratie om een mooi romantisch verhaal in weg te zetten. Ik ben eigenlijk als kind altijd al bezig geweest met schrijven. Ik zeg dat nu eigenlijk daarover nadenk, heeft schrijven altijd wel een beetje een rode draad gevormd door mijn leven. Maar eigenlijk een beetje verborgen. Ja. Ik heb veel opstellen geschreven vroeger. Veel brieven met vrienden en vriendinnen. Heel veel geschreven. En met de post, penvriendinnen, maar ook gewoon heel op leuk. School. Van die briefjes, weet je wel, die je dan stiekem zit te schrijven. En dan vervolgens... Van doorgeven. En dagboeken vol met drama. Dus drama zat er toen al in. Als je dat doet, we zijn 3 jaar geleden naar dit nieuwe huis. Of nieuw, het is al niet meer nieuw. Maar naar het nieuwe huis verhuisd. En nou, uiteindelijk ga je dan ruimen. En kom je dagboeken tegen. En, ja, die sla je dan open. En dan lees je terug. En denk je, ja. Ja, het zat er toen al in. Stiekem. Ja. Dus zodoende dat ik aan de schrijf ben gegaan en ja, uiteindelijk in contact gekomen ben met de uitgeverij Hartklopper, die begin dit jaar aangaf van, nou, wij zien er wel brood in en we willen graag met jou in zee. Dus toen kreeg ik een auteurscontract en kon het echte werk beginnen. Want dan heb je inderdaad dat manuscript geschreven, maar dan komt er nog een hele hoop meer bij kijken. Zeker weten. Het toffe was natuurlijk wel dat, omdat het een wat kleinere uitgever is, dat je heel veel inspraak had. En dus ook tot en met cover en al, ja, is mijn eigen idee. Dus ja, dat is echt gewoon zo leuk geweest om, ja, en leerzaam natuurlijk ook, hè, want alles was voor mij nieuw. Ik heb alles opgezogen. En ook wel, ja, eigenlijk alle social media contacten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan. Hè? Onder andere ook met jou natuurlijk. Maar yes. Ja, zo'n warm bad vind ik dat. En ja, dat maakt dat het... ja, ik krijg er heel veel energie van. Het smaakt naar meer. Dus vandaar dat ik ook maar weer meteen in de pen ben geklommen. Of liever gezegd op het toetsenbord. En maar door ben gaan schrijven aan nummer 2. Dus die is ook in de maak. Spannend. Ja. Ja, en Marieke zegt hi. Marieke Douwens Frans, ik ken je als ook wel, ook een auteur. En Wen schrijft, ook een auteur. Die zit ook al zelf mee te kijken, die zwaait ook al. Ja, daar zijn er ook 2 van die schatten. Zo leuk en ja, zo geweldig leuk contact mee. Ja, leuk dat jullie er zijn, meiden. Ja, Wen heeft ook een leuk boek geschreven. Allemaal leuke schrijvers. Ja, en die van Marieke die is vandaag letterlijk bij mij op de mat gevallen. Dus daar ga ik ook mee aan de slag. Ja, die heb ik nog niet gelezen. Dus dat kan ik niet zo zeggen. Die van Wen heb ik ook nog niet. Maar dat komt vast goed. Nou, leuk dat jullie allemaal kijken. Hebben jullie nou een vraag voor Mienke? Stel hem gewoon, hè. Want ja, ik stel hem graag door. En dan kunnen we er allemaal iets van leren en dingen te weten komen.
Natuurlijk heb ik ook al wel wat vragen. En wij zaten net al even natuurlijk achter de schermen een beetje te babbelen. En toen gaf je al aan dat je samen met een vriendin van jou eigenlijk bij hartkloppen terecht bent gekomen. Ja. Hoe was het om samen ja, tegelijk aan jullie boek eigenlijk te werken en hem bijna tegelijk te releasen? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, ik heb Rian ontmoet via Instagram. En wij raakten eigenlijk al heel snel via de chat met elkaar in gesprek. En echt lange chats waren dat. Zodat we op een gegeven moment maar over zijn gaan op WhatsApp, want het werd allemaal een beetje te lang. En ja, dan merk je dat je allebei toch een beetje in hetzelfde schuitje zit. En heel veel steun aan elkaar hebt. En we hebben over en weer ook wat dingen aan elkaar laten lezen. Om toch wat ervaring ook uit te delen. En te kijken van, goh, hoe zou jij dit doen? Of hoe zou jij dit zeggen? En dat is wel heel fijn. We hebben echt kunnen klankborden met elkaar in het hele proces. En we zaten eigenlijk nagenoeg op dezelfde tijdslijn. Want ik ben uiteindelijk 1 weekje eerder dan Rian gereleased. Dus dat was echt wel heel waardevol om dat samen mee te maken. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En dan heb je ook niet het gevoel dat je het alleen moet doen, hè? Je kunt Nee. het ook bij elkaar om feedback vragen. Of hoe doe jij dit? Hoe doe ik dit? Ja, Dat lijkt absoluut. me wel heel handig. Ja. Oh, ik zie dat het Roeland eindelijk is gelukt om via de live in te loggen. Dus dat vind ik wel echt top. Want ik kijk vaak mee toen het via Facebook was. Dus ook fijn dat hij het nou hier ook heeft gevonden hoe hij moet inloggen. Marieke zegt, ik heb het gelezen, zo enorm van genoten. Ik ben zo nieuwsgierig naar de naam. Marten, waar komt deze naam vandaan? Morten, sorry. Ik zit in zo'n felle lamp. Ik zag Ja. de. Ja. Nou ja, op een gegeven moment dan ga je denken van ja, oké, die man die moet een beetje een Scandinavisch-Noorse naam hebben. En ja, toen kwam eigenlijk van AH, Morten Hackett. Dat is de leadzanger van AH. En dat liedje staat natuurlijk ook niet voor niks in mijn Spotify-playlist van Na de Noorderzon. Het is een klein beetje een teasertje, zeg maar. En Ja. ik vond dat gewoon een hele mooie, stoere naam. Ik vond hem gewoon bij die vent passen. Dus ik denk, nou, zoek niet verder, u heeft gevonden. Ja, hij past ook wel bij zijn karakter. Ja, ik wil ook Ja. niet te veel spoileren, dus ik ga niet Nee. te veel zeggen. Maar het past er heel goed bij, inderdaad. Ben ik het mee eens? Ja, Ja. absoluut. Leuke vraag, Mariet. Je gaf al aan, hè, je bent op vakantie geweest door Noorwegen en daar is eigenlijk je inspiratie vandaan gekomen. Wat vond je het meest bijzondere of mooiste wat je hebt gezien of meegemaakt in Noorwegen? Ja, weet je, je rijdt daar op een gegeven moment over wegen. En ja, eigenlijk is die weg is de enige interruptie die je ziet in dat landschap. Het is een en al natuur. En ruigheid en woestheid en groen. En ja, spiegels van meertjes. En ja, dat was zo prachtig. En dan weer rij je langs een weg wat je langs een fjord voert. En ja, die bergen die dan in een meer lijken te duiken, zeg maar. En al die watervallen die je in de verte ziet. En witte toppen verderop, zeg maar, met eeuwige sneeuw. Echt, ja, zo mooi, zo ruig. Ik was er echt nog nooit geweest. Maar dit was zeker niet de laatste keer. Wij plannen voor van de zomer zitten we alweer te aas op Noorwegen. Oh, kijk. Dus het is Ja, echt een land voor natuurliefhebbers. absoluut. Ja, Nou, ja. dan moet ik er ook een keer heen. Ja, echt aanrader. En goed te doen met de auto. Oh, dat is ook fijn. Ja. Want ik ga niet zo graag met vliegtuig. Dus Nee, dat is alleen maar mooi. goed te doen. En als we het dan toch over Noorwegen hebben, Wen vraagt: speelt boek 2 zich ook in Noorwegen af of is het een compleet ander verhaal? Voor zover je dat al kunt delen. Het is wel een compleet ander verhaal, want het wordt meer new adult. Ja, daar hint ik in het laatste deel van het eerste boek al wel een klein beetje op voor de oplettende lezer. En ik vond dat daar ook nog wel een verhaal in zat. En ja, wordt ook weer een beetje roadtrip-achtig. Nog iets meer eigenlijk dan naar de Noorderzon. Maar ja, dan met 3 vrienden die dat samen gaan doen. Ah, ik heb al een vermoeden waar dat heen gaat. Leuk. Ja. Ja, kan ik Wij zeggen, maar ik wel. heb een vermoeden. En dat lijkt me heel leuk. Het is altijd lastig als je niks wacht voor klappen als je alles al Nee, hebt. nee.
Nee, ik zit er echt middenin. Ik heb van, wanneer was het? Gisterochtend heb ik een heel heftig stuk zitten schrijven. Dat had ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat ik er zelf geëmotioneerd door raakte. Dat ik echt met een brok in mijn keel zat. En ja, dacht ik, oh, oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd ja, als straks de proeflezers dat gaan lezen. Of dat zij dat ook zo gaan ervaren. Ja, ik ben ook heel benieuwd. En heb je al een planning van dan moet het boek af zijn? Of is het echt gewoon lekker schrijven en je ziet het wel? Nou, ik heb wel met de uitgeverij afgesproken dat zij dit voorjaar van mij het manuscript krijgen. En dan wil ik het ook al langs de proeflezers gehad hebben natuurlijk. En dat we dan inderdaad na de zomer weer, oktober, november, met de, ja, de nieuwe uit kunnen komen. Oh, spannend. Dat is het plan. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ga het zeker in de gaten houden, maar dat komt helemaal goed. Wendy heeft je boek ook gelezen. En die zegt, het is bijna poëtisch geschreven. Heerlijk weggedroomd. En de passievolle scènes, love it. Ha. Nou, mooi kopje. Ja, dat is dan wel een dingetje. Hè? Want daar hebben wij, Wendy en ik, hebben het daarover gehad. Ook via de chatfunctie van Insta. Ja, dan ga je dat schrijven. Ja. En het schrijven aan zich vind ik niet zo'n probleem. Maar dan inderdaad wel van, ja, je familie gaat het lezen en zo. En je vrienden en bekenden. Oh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht, ja. Ja, en zelfs mijn dochter, hè, die was 14 toen ze dat las. Maar ik denk, ja, weet je, er staat niks in wat niet in het echt gebeurt. Hè? Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja. Ja, dus ik heb het maar gewoon gedaan. En ik denk, ja, weet je, that's life. Klaar. Het hoort dat is zo. En het hoort wel in het verhaal. Ik hou ervan. Ja, wie niet? Ja, niet iedereen houdt ervan, maar ja. Veel mensen wel. De meeste wel. Ik heb er geen rare dingen over teruggekregen. Nee, ja, maar het is ook niet overdreven. Hè? Het is geen 50 Shades of Grey of nee, zo. Nee, nee. En dan had ik, weet je, dat krijg ik ook niet uit mijn vingers, zeg maar. Nee. Het is gewoon netjes blijven. Netjes, ja. Want anders krijgen mensen daar ook een heel ander idee bij het boek. Nee. Dat moet je niet hebben. Dus ik denk, dat is echt streep bij. En Marieke zegt ook nog, of je dochters. Maar ja, dat vertelde je dus net. En wat vind je dan het moeilijkste om te schrijven? Ja, op het moment, ja, dat hele expliciete, zeg maar. Daar, ja, om daar, ja, dat het niet ordinair wordt, zeg maar. Daar hou ik absoluut niet van. Dan krullen mijn tenen ook om. Nee, dus dat doen we ook gewoon niet. Ja, snap ik. Oh, sorry, ik zat ondertussen een comment van Wendy te lezen. Dan moest ik wel om lachen. Haha, precies dat. Ik kan mezelf er ook helemaal in verliezen. Maar, pap, lees dit ook. Juist. Nou, precies. Haha, dat is het leven. Ja, bij mij was dus mijn schoonmoeder, hè. Dus dat was mijn eerste proeflezer, want ik had dat dus geschreven. Ja, ik leg eigenlijk gewoon gelijk de lat hoog. Die kun je maar gehad hebben, hè. Dus ja, dat is wel waar. Ik heb dat manuscript gegeven aan haar en ook tijdens de boekpresentatie hebben we daar helemaal blauw over gelegen. Ik zeg, ja, Marien, dus Marina heet ze, ik zeg, Marien, ik heb geschreven en zou jij het eens willen lezen? Ja, dat wil ik wel. Ik zeg, ja, maar er zitten wel een paar stukjes in waar je misschien rode oortjes van krijgt. Ja, die krijg ik zomaar niet hoor, dus kom maar op. Nou. En die had het dus niet droog gehouden. Dus toen dacht ik, oh, echt? Weet je wel? Ja, je zit zelf te schrijven, je hebt geen idee, hè? Dus ja. hoe dat het geïnterpreteerd wordt door de lezer. Hè? Ik las dat laatst ergens op Instagram, dat een schrijfster zei van, goh, ja, ik kan het boek schrijven, maar het is natuurlijk maar net hoe dat de lezer het ontvangt. En dat is natuurlijk ook zo, hè? Ieder geeft er zijn eigen draai, zijn eigen interpretatie aan. En dat is eigenlijk ook het mooie van boeken, vind ik. Dat je daar je eigen beelden bij creëert en je eigen wereldje. Ja, ja, daar hadden we toevallig een van de eerdere lives deze week het ook over. Een boek, recensie, is eigenlijk ook pure mening van één persoon. Ja. En geef aan 5 mensen één verhaal, één boek, en het wordt 5 keer anders beleefd. Ja. Want iedereen maakt er toch een beetje zijn eigen voorbeeld bij. Ja. En een auteur doet natuurlijk heel erg zijn best om een bepaald voorbeeld te krijgen. Maar ja, ergens dromen we toch allemaal een beetje weg. We hebben allemaal een voorstelling van hoe Morten eruit ziet. Ja. Ja, we weten niet of jij dat ook in je gedachten had. Waarschijnlijk net anders. Ja, ja, juist. Ja, zo vond ik het ook zo mooi dat uit de blogtour, dat een van de recensenten,
over de cover zei van ja, die donkere wolken die zo boven haar samenpakken, die vind ik zo treffend ja, voor het verhaal. En toen dacht ik, ach ja, inderdaad. Dat is ook weer zoiets. Ik denk van ja, ja, maar hoe meer mensen dat erover beginnen te praten, ja, ook bepaalde inzichten die ik dan nog krijg over het boek. En dat vind ik echt wel heel leuk om dat terug te horen. Ja, ja, lijkt me ook wel heel bijzonder. Als je dan toch zo'n verhaal hebt geschreven, is toch een beetje je kindje. En dan ja, moet je dat loslaten en iedereen gaat een mening erover vormen. Mm-hmm. Dat is wel apart. Dat vond ik ook wel echt het allerspannendste van allemaal. Ik had natuurlijk wel zo van, oké, okay, een aantal ja, proeflezers hebben het gelezen. Die zijn enthousiast. Maar er waren over het algemeen best wel mensen die mij redelijk kennen. Dus, hè, dat is, en dan de uitgever natuurlijk, daar heb je heel veel mee gespart. Dus nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal wel ja, dat is prima. Maar dan gaat hij de wijde wereld in. Ja. En dat is een dingetje. Dat is echt een ding van, oké. Maar ja, als je dan nu ook ziet welke reacties dat er terugkomen. Ja, ik vind het zo overweldigend allemaal. Ik heb echt, ja, ik vind het gewoon te gek. Ja, ik denk dat je een supermooie start hebt gemaakt. Je debuut wordt hartstikke goed ontvangen door iedereen. Ja. Ja, dat denk ik echt. Ja, absoluut. Bijna een droom. Ik heb niet zo gehoord waarvan ik denk van, oh, ja, oh, heb je dat zo? Of, ja, nee, absoluut niet. Dus ja, ik zit nog steeds op mijn roze wolkje, zeg maar. Ja. Straks bijna al 2 maanden. Ja, het gaat snel. Het is wel grappig, want eigenlijk hebben jullie met ja, 3, 4, 5 auteurs allemaal wel een beetje zo'n feel-good met een wat ja, rauw randje, om het zo maar te zeggen. Het is niet alleen maar happening, love en gelukkig. Nee. Er gebeurt ook echt wat in. En die zijn allemaal goed ontvangen. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, leuk is dat, hè? Ja. Ja. Nou, de volgende heeft ook een rauw randje, hoor. Oh yes, ik hou ervan. Ik zie dat Luna ondertussen ook eens mee gaan kijken. Hoi Luna, leuk dat je meekijkt. Ja, mocht je een vraag hebben, Luna, of iemand anders die meekijkt, want we hebben al best wel een behoorlijk aantal kijkers ondertussen. Stel je vraag hieronder in, hè, want dan gooi ik hem er gewoon tussendoor. Soms niet gelijk als we net in een gesprek zitten, maar hij wordt altijd beantwoord. Dus dat. Gezellig. Ja, hè? Oh, je hebt je kerstboom nog staan, zo fijn. Ja, ik had hem expres laten staan voor jullie. Oh. Hoe gaat hij eraan? Ik ben er echt helemaal blij mee. Ik ben echt een kerstfan. Ja, maar ik ook. Kerstboom moest dus tweede kerstdag al afgebroken worden. Ik heb nog wel een leuk weetje trouwens. Oh, vertel. Daar gooi je me gewoon in. In het boek heeft Annabelle een Instagram-account. Ja. En volgens mij is er nog geen enkele lezer geweest. Die heeft een Google-account gezocht. Nee, ik ook niet, nee. Nee. Maar hij bestaat dus. Maar hij is er, hoor. Oh, dat is leuk. Die ga ik opzoeken. Straks gaan we even kijken. Ja, straks gaan we even kijken. Dat is leuk. Ja, Annabelle en ik delen namelijk een passie. En dat is natuurfotografie. Dus ja, goed. Ik kon daar natuurlijk volledig mijn hele oeuvre in kwijt in dat account. Maar dan ben ik helemaal benieuwd, want ik hou er ook van fotografie. Ja, ja. Alleen al meer van portret, maar ik vind natuur wel heel leuk, maar daar heb ik het geduld niet voor. Ja, ja, dat is. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook heel goed in paddenstoelen en zo. En Schotse hooglanders. Die blijven ook redelijk stilstaan. Ja, die blijven meestal wel stilstaan, ja. Ja, ja. Zo, even kijken, want volgens mij hadden we nog een vraag. Ik scroll even terug. Ja, die vind ik ook leuk. Wen vraagt, wat is je eigen favoriete scène uit Noorderzon? Nou, dat is een van de scènes die ik als laatste geschreven heb. Dat is de scène tussen Bart en Femke. Bart natuurlijk de overspelige echtgenoot van Annabel. Ja. En Femke haar hartsvriendin, al vanaf heel lang. En ja, die Femke, dat is gewoon een moordwijf. Dat is gewoon, ja, die moet je gewoon één hebben in je leven, die Femke. Ja, dat is gewoon, die moet iedereen één hebben. Ja. En ja, die interactie tussen die twee daar, dat was gewoon zo heerlijk. En dan ook het gevoel wat ik daar nog in heb kunnen leggen. Dat was wel echt een hele, hele toffe scène om te schrijven. Ja, en ik vond de zwembadscène
Vond ik ook heerlijk. Maar dat was volgens mij echt een van de eerste scènes die ik geschreven heb. Want ik schrijf dus echt niet van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 36 zijn, 37 zijn het geloof ik geworden. Ik weet niet eens waar uit mijn hoofd. Dat gaat bij mij echt van links naar rechts, van voor naar achter. En ik schrijf ook echt alleen als ik zin heb. En het liefst op de plek waar ik zin heb om te schrijven. En als ik dan helemaal gemotiveerd ben, dan schrijf ik juist de stukjes die kabbelen, zeg maar. Of die verbindend zijn. Maar ja. Het ging dus echt van links naar rechts, van voor naar achter. En die zwembadscène vond ik ook wel gewoon een hele romantische scène. Ja, dat zeker. Ja, iedereen is nou heel hard op zoek naar de Instagram. Dus wat ik ga doen, jongens, straks na de Q&A vraag ik aan Mienke de Instagram. En dan zet ik hem even in de beschrijving van de Q&A op YouTube. En dan kunnen jullie hem allemaal makkelijk aanklikken en vinden. Leuk. Oh, ze heeft hem gevonden. Ja? Marieke heeft hem gevonden. En hij heeft al 1100 volgers bijna. Ja, zeker. Kijk, ja, en hij had veel dan, meer, maar... Dus ook met dat wat je erin steekt, dat komt eruit. En op een gegeven moment kreeg ik het veel te druk natuurlijk met mijn eigen Instagram-account. Mijn vaste en mijn Facebook. Dus is dat een beetje verwaterd en toen zakte het ook langzaam aan. Ah, maar misschien kun je het langzaam weer oppakken. Hè? Al is maar bijvoorbeeld elke zondag een nieuwe foto. Ja, ja. Kan. Goede doelen. Ja, goede doelen toch? Nou, ik ben ook niet zo goed in dat allemaal onderhouden, die socials. Er gaat veel tijd in zitten, maar ik krijg er ook wel veel energie van, moet ik zeggen. Beide. Alleen wat mij dus gebeurt, dan denk ik, oh, ga even snel iets posten. En dan is het zo 3 uur later, want dan zit ik maar te scrollen. Oh, ja, en die heeft een leuk nieuwtje. Oh, en dat is een nieuw boek. Hey, die auteur ken ik nog niet. Even kijken. Mm-hmm. Ja. En dan zit ik dus met schrijven. Dan zit ik te schrijven, dan denk ik, oh, er komt iets binnen. Ja, even kijken. Even kijken. Nou, voordat je het weet, ben je een half uur verder. Oké. Ja, en ik stream nou ook vanaf mijn telefoon, dus ik heb ook mijn geluid op stil. Want anders is het ook elk bliepje, oh, wat is dat? Wat is dat? Ja. Heel irritant. Dus ik probeer nou altijd 1 avond mijn telefoon gewoon weg te leggen. Ja. Gewoon even niks. Dat geeft rust. Dat geeft zeker rust, ja. Als je een personage opbouwt, hè, want die heeft meestal verschillende lagen. Mm-hmm. Haal je dan ook karaktereigenschappen uit je vrienden en je familie? Of bedenk je het echt gewoon op het personage wat je voor ogen hebt? Nee, eigenlijk niet. Ik begin gewoon met schrijven. En die karakters die ontwikkelen zich eigenlijk gaandeweg, heb ik het idee. En... ik vond dat ook wel een van de moeilijkste dingen, omdat je dat wel terugleest van, dat een karakter een bepaalde ontwikkeling of groei moet doormaken. En daar had ik eigenlijk zoiets van is dat wel voldoende? Of ja, hè, wat, dat, die, ja, je bedenkt daar van alles bij, ja. Maar dat is soms heel ongrijpbaar. En dus ik ben ook echt maar gewoon letterlijk dat gaan doen. En eigenlijk daarna pas gaan nadenken van oké, wat heeft die persoon allemaal meegemaakt? Wat zou ik nog kunnen toevoegen? Maar het gebeurt eigenlijk gewoon gaandeweg. Die karakters die doen dat bij wijze van spreken zelf. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar je hoort vaak, tenminste als ik in gesprek ben met de auteurs, dat ze toch wel van mensen in hun omgeving iets weghalen. Dus ik vind het wel leuk dat jij het echt bedenkt, gaandeweg het schrijven. Ja. Ja, ik zit even te denken of dat... je hebt wel eens mensen bijvoorbeeld bepaalde uitspraken doen. En dat je denkt, oh, die moet ik even onthouden en meenemen om een keer ergens tussendoor bij een bepaald personage erin te fietsen. Ja. Maar niet dat ik van tevoren al zeg van, oh, die baseer ik een beetje op dit of dat. Nou, laten we zeggen, Femke... Femke kan ik wel zeggen. Ik heb ooit een collega gehad die heette Femke. En dat was eigenlijk ook zo'n dame met power, zeg maar. Ja. En ik merkte gaandeweg schrijvende dat ik aan haar moest gaan denken. Maar dat gebeurde eigenlijk al nadat ik het geschreven had. Dus misschien onbewust dat ik haar in mijn achterhoofd had zitten. Ik weet het ook niet. Zou kunnen. Ja. Ja. Een moordwijf.
Een mooi vijf. Luna heeft ook een leuke vraag. Dat is ook een heel leuk meisje, een vrouw. En die vraagt: wat zou je dit jaar willen bereiken? Aha. Nou, sowieso het uitbrengen van mijn tweede boek natuurlijk. Yes. En wat ik eigenlijk zo ontzettend leuk zou vinden is als naar de Noorderzon. We zijn nu bezig met het laten opmaken van het e-book. Oh, spannend. Ja, dat het nog meer een vlucht gaat krijgen, zeg maar. Hè? We hebben nu echt zoveel leuke reacties. Hij is al goed verkocht. En je merkt alleen wel dat het nog heel erg, zeg maar, in mijn netwerk is. En bekende, familie en hè, dat. En iedereen reageert super enthousiast. En hoe gaaf zou het zijn als dat boek gewoon lekker Nederland en België intrekt. En Ja, gewoon nog heel tof. bij een breder publiek bekend wordt. Dat lijkt me echt een geweldige, ja, doel voor dit jaar. Klinkt inderdaad als een heel mooi doel. Ja. Dus daar werken we aan. Spannend, ik ben benieuwd. Gaan we Ja. volgend jaar eens op terugkijken of dat dan ook gelukt is. Dat lijkt Inderdaad. me een goeie. Ja. Er zijn schrijvers die een aparte laptop hebben om op te schrijven. Speciaal om niet afgeleid te worden door inkomende boodschappen. Misschien een ideetje, schrijft Roeland. Ja. Nou, ik heb een week voordat Naar de Noorderzon gereleased werd, Ja. heb ik van mijn man, mijn lieve schat, een MacBook gehad. Oh. En had hij heel romantisch georganiseerd in een restaurant. Ik dacht even, nou, ik word eigenlijk voor de tweede keer ten huwelijk gevraagd. Echt zo'n avond was het. Dat was ook de laatste avond dat de restaurants nog tot 11 uur open mochten. Ja. En timing was dus perfect. En toen kwam hij met dat ding. Ik had echt zoiets van, oh, doe niet zo gek, joh. Maar oh, dat werkt zo fijn. Ik werkte op een hele oude laptop en daar was op zich niks mis mee. Maar als ik dan nu merk hoe dat ik nu lekker weg zit te typen op dat ding, het maakt ook niet uit waar ik ga zitten. Is echt super. En eerlijkheidsgehalve moet ik zeggen dat ik naar de Noorderzon, schrik niet, bijna 70.000 woorden op de lounge set in de achtertuin met twee vingers op mijn iPad heb zitten typen. Oh, ik Ik typ kan ook heel op goed met tien, drie hè? vingers. Dus die twee vingers snap ik wel. Dat kan heel snel gaan. Dat doe ik ook. Maar Jawel. op je iPad lijkt me dan weer wat minder praktisch, inderdaad. Ja. Maar ik zat daar zo lekker in mijn kussentjes, in mijn lounge set. En het was toen, ja, dat was 2020. Was net de eerste lockdown. Normaal ben ik zo druk in het weekend met coachen met de hockey, met mijn dochter en zo. En dat was er allemaal niet. Dus ik had in één keer zeeën van tijd. Dus ik zat daar lekker gewoon met twee vingers. Het was mooi weer. In maart, geloof ik al. Zat ik gewoon lekker te typen. Kopje thee erbij. En ja, dat is eigenlijk ja, het grootste deel van het boek is op die manier ontstaan. Ja, tof. Ik zou het niet kunnen. Ga het ook niet meer Denk doen. ik. Luna zegt nog, ik heb ooit blogposten geschreven met een Nokia-telefoon zo'n 12 jaar geleden. Nou, dat lijkt me helemaal erg. Daar wil ik helemaal niet aan denken. En ze zei nog, haha meisje, ik ben over 2 jaar 40. Ik dacht het al, dus ik verbeterde me al naar vrouw. Maar het komt, je hebt ook een Luna, die schrijft boeken voor Hamley Books. En dat is een hele jonge auteur. Die is net Oh, oké. 17, 18 of Dat is zo. af en toe best leuk als je je nog meisje noemt, hoor. Ja, toch? Maar voor mij ook wel. Nou ja, verder krijgt je man heel veel complimentjes. Fijn, zo'n ondersteunende man en wat lief. Ja, echt lieverd. Ja, hij fietst heel graag, hoor. Dus hij vindt mijn hobby ook heel fijn. Dan kan hij lekker op de mountainbike. En wij wonen vlakbij de Loons en Drunense Duinen. Dus die kan daar heerlijk zijn ei kwijt. En dan zit ik lekker te tikken. Oh, Of kijk fijn. met de camera de natuur in natuurlijk. Maar ja, wij gunnen elkaar heel veel. Dat is Ja, wel dat is fijn. fijn. Zo'n relatie heb ik ook. En dat is echt Ja. ideaal. Ja. Mijn vriend zit nou zelfs op de slaapkamer tv te kijken, omdat we nu natuurlijk geen woonkamer en zo hebben. Dus zodat ik hier in mijn boekenhok Oh. de Q&A kan doen, want dit is nou eigenlijk onze woonkamer. Ja. Ja, ook super lief. Oh. Tja, zijn ze toch stiekem een beetje romantisch, die mannen af en toe, hè? Ja. Ja, echt superleuk. En je schrijft er veel goed en je man is romantisch, maar ben je zelf wel eigenlijk ook romantisch? Ja, ik ben eigenlijk nog veel romantischer dan mijn Oh. man.
En dan ben ik wel benieuwd. Wat is dan het meest romantische dat je ooit hebt gedaan? Nou, ik mag niet zoveel. Dat is het een beetje. Oh, dat is jammer. Ja, daarom. Het moet eigenlijk wel van hem komen. Nee, ja, ik ben gewoon de romantische ziel in huis. Alleen, hij houdt niet van verrassingen. En ik ben erachter gekomen dat ik dat ook dan echt niet moet doen. Want dan wordt het gewoon niet gewaardeerd. Dus dan zeg ik, nou ja, schat, weet je. Ik hou van verrassingen, jij niet. Ik zeg, dan laat ik me verrassen, verras ik jou niet. Het is helemaal iedereen tevreden. Dus misschien dat het daarom al zo lang goed gaat. Dat is wel een goede oplossing. Ja. Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld ons huwelijksaanzoek ook om zeep geholpen. Dat was ook echt weer zoiets. Je denkt van, oh, shut up. Ja, we waren in Turkije, het was op mijn verjaardag. En we liepen met z'n tweeën eindelijk terug van het diner naar ons appartementje. En had je een prachtige baai met van die stijgers op het water, in het maanlicht. Alleen de trap er naartoe, ja, dat was een trap, dat was gewoon niet te doen. En ik had hakken aan, en die heb ik helemaal niet zo vaak aan. Maar ik denk, nou, meer gezellig op je verjaardag, leuk jurkje, hè? Hakken leuk aan. Hakjes, ja. Dus hij zegt, oh schat, zullen we eventjes naar die stijger gaan? En ik hoor mezelf zeggen, terwijl ik denk, hou je kop. Van, ja, maar schat, dan breek ik mijn nek over die trap. En ik hoor hem zeggen, want hij zag aan mijn blik dat ik doorhad dat er iets aan zat te komen. Yeah. Nee, zegt hij, we lopen wel door. Ik dacht, oh, echt? Wat doe ik nou? Ja. Oh, dat zou mij ook echt kunnen gebeuren, ja. Zo ben ik ook. Ja, de haren uit mijn hoofd. Ik denk, hoe perfect had het kunnen zijn? Maar goed, je bent nog steeds getrouwd. Dus het is allemaal goed gekomen. Ja, zeker weten. Ja. Dat is het belangrijkste. Absoluut. Ja, we hebben weer nog altijd gevoel voor verhalen. Zeker. Denk je nog na over hoe boek 2 boek 1 kan overtreffen? Of ben je vooral lekker het verhaal aan het vertellen voor dit tweede boek? Ja, dat is een dingetje. Dat vind ik best heavy. Daar kun je best onzeker over worden. Maar dat had ik bij boek 1 eigenlijk iedere keer ook wel. Als ik het dan teruglas, dan heb ik eigenlijk bijna bij alle boeken. De eerste hoofdstukken moet je er even inkomen. Dat verhaal moet zich een beetje gaan ontvouwen. En dan had ik zo vanaf hoofdstuk 3, 4, had ik zoiets van, ja, nou gaan we, weet je wel. Dat je het gevoel had van, nou, wij wonen hier vlakbij de Efteling. De Python, die gaat omhoog. En dan gaat hij, en dan gaat hij, en dan gaat hij. Dan hangt hij nog een beetje. En dan gaat hij een rondje maken. Dan in één keer, boem, gaat hij naar beneden. Ik denk, ja, dat is het. En dat is eigenlijk het gevoel wat je al vrij snel wilt oproepen in een boek. En, ja. Ja, dat probeer ik met boek 2 ook echt wel te betrachten. Dat zit wel echt in mijn achterhoofd. En ik ben heel vrij aan het schrijven. En wat research aan doen. Vanochtend echt een researchochtend gehad. Helemaal internet afgestruind. En vanuit het Noors teksten vertaald via Google Translate. Om te kijken van, oh, is er nog meer te vinden? Dus ik ben daar wel redelijk onbevangen mee bezig. Maar het stemmetje zit wel in mijn achterhoofd van, ho eens even tante. Deze moet natuurlijk wel weer minstens zo goed worden als nummer 1. Ja. Ja, dat wil je toch altijd, hè? Maar ja, je kunt het nooit zeker weten, want het is altijd maar weer net hoe die gekke lezers het ontvangen. Ja, inderdaad. Ja, het is maar net inderdaad hoe dat het geïnterpreteerd wordt, hoe dat ontvangen wordt. En ja. Vandaar dat ik ook wel gekozen heb nu voor New Adult. Dat ik zoiets had van, ja, dat is dan wel echt even compleet iets anders. En dat daagt mij natuurlijk ook wel weer uit. Ja. En ja, eigenlijk een beetje om die reden ook een andere invalshoek gekozen. Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Zeker weten. Even kijken. Deze is ook leuk, van Marieke. Heb je ook ooit gedacht aan het uitgeven van een kookboek gezien de laatste pagina's? Knipo. Ja, oh ja, super vraag. Nou, dat was dus echt een van de eerste opmerkingen die ik van mensen uit mijn omgeving kreeg toen ik vertelde dat ik een boek ging schrijven. Oh, kookboek! En toen had ik zoiets van, ja, dit is eigenlijk wel een hele logische vraag, omdat ik gewoon enorm kookgek ben. En ik zit wel met het idee een beetje te worstelen om een keer iets van een roman uit te brengen.
waar een soort van kookreis of zo in zit. Dat is iets wat. Oh ja, doe, doe, alsjeblieft. Ja! Ja, ik hou er zo van. Langs Ik hou echt Italiaanse dorpjes of zo. van die romantische films met koken erin of Ja, bakken. Ja. dat. Oh, Ja, ja. dus ja, dat sluit ik niet uit dat dat nooit meer gaat gebeuren. Ja, maar dat is inderdaad een hele goede vraag, Marieke. Maar dat is dus echt wat ik letterlijk ook terugkreeg van mijn vrienden, bekende familie. Oh, kookboek! Nee. Twee Maar toen dagen. dacht ik wel van, oh, wacht. Daar kan ik wel iets mee. Dat is wel leuk. Toch nog een klein beetje achterin, inderdaad. En het leuke is, ik kreeg gisteren een oud collega kreeg ik, terug van: Oh, ik heb je boek uitgelezen en zo leuk. En het herfststoofpotje smaakte ook heerlijk. Ah, dat is leuk. Ja. Ja. Dat je dat dan Nou, toch mis ik je gesluit graag voor toe, vandaag. mensen aan het ook krijgen. Ja, nou, dan moet ik je denk ik ook maar uitnodigen voor het nieuwe YouTube-programma wat ik ga maken. Oh jee. Ja, sommigen weten het al, want ik heb al een aantal auteurs uitgenodigd. Ik Leuk. ga, als onze nieuwe keukendaal klaar is, Oh. een soort eten bij Mel talkshow maken, Ja. waarin ik dus ga koken voor auteurs. Maar ja, als Oh. ik jou dan uitnodig, gaan we gewoon gezellig samen koken. Ja, Dat leuk. lijkt me echt leuk. Ja, Dat gaan we gewoon deal. doen. Ja, dat lijkt me echt leuk. Ja, daar speelde ik al heel lang mee met dat idee, maar mijn keuken was echt oelelijk. Dus ik denk, ja, nou ik een nieuwe keuken heb, nou kan het. Ja, kei leuk. Goed idee. Ja. Dus ja, daar heb ik heel veel zin in. En we Ja, hebben weer een leuke vraag van Luna. Want je had het erover dat je vlakbij de Efteling woonde. Kom je eigenlijk ook vaak in de Efteling, als die open is dan, hè? Ja, nou, vroeger wel. Ik heb er 6 jaar gewerkt. Toen ik 15 was, ben ik begonnen in een weekendbaantje in een restaurant. Ze dus hebben ongeveer tot mijn 21ste volgehouden. En dus ja, toen mocht ik ook gewoon gratis naar binnen. Dus als ik dan vrij was, dan ging ik daar wel echt wel regelmatig naartoe met vrienden en vriendinnen. Ook wel vroeger ook een abonnement gehad. En toen jaren niet. En toen wij kinderen kregen, ja, toen was het natuurlijk wel weer fantastisch om dan bij wijze van spreken op woensdagochtend lekker met die kleine in de buggy door de Efteling te, of door het Sprookjesbos te wandelen. Ja. Superleuk. En, maar goed, die twee die zijn nu 15 en bijna 13. Dus die gaan nu zelf. En ja, corona gooit inderdaad wel een beetje roet in het eten. En voor mij is het ook een hele tijd geleden dat ik er geweest ben. Maar ik heb wel alle achtbanen gehad, ja. Ik heb af en toe alleen nu zoiets als ik dan in zo'n baron hang, bijna zo recht naar beneden. Denk van, oh, hoe lang ga ik dit nog leuk vinden? Ja, laat maar zitten. Ik doe het nog hoor, maar Ik ben dus heeft sowieso zo'n bange poepert, dus ik ga daar toch niet in. nee. Maar ik ging wel dus vroeger, want wij wonen ook niet heel ver van de Efteling af natuurlijk. Hadden mijn neefjes een abonnement en die waren heel klein. En dan ging ik altijd met mijn oom en tante mee. En dan ging ik met mijn neefjes in de speeltuin. En dan konden mijn oom en tante konden dan in de achtbaan. Of ik ging door het Ja. Sprookjesbos of zo, dat soort dingen. Want dat vond ik leuk. Dus mocht ik altijd mee, was altijd heel gezellig. Ja, het blijft gewoon een mooi park. Ja, zeker. We hebben nog wat reacties op het kook feel good gebeuren. Kookreis, ja, ik wil wel proefeten. Lezen bedoel ik, van Marike. Roeland zegt, Dana Leone stopt altijd recepten in haar thrillers. Dus het kan in elk boek. Kijk. Marike zegt ook nog, ja, die stoofpot ga ik volgende week proberen. Oh, En goed Wens ook zo. een leuk idee. Dus, en dan ook een paar keer op mijn idee, leuk idee. En Luna kwam ook elke week in de Efteling met een abonnement. En Wen, die slaat de bron ook liever over. Ja, die is heftig hoor, Wen. Maar ik heb nog niet op de eerste rij gezeten. Dat vond ik echt te heftig. Dan hang je echt helemaal recht. Ben je snuffert. Zo het water instort, toch? Ja, de mist. Ja, mist. Ja, dat. Ja, dat is zo'n nevel die daar hangt. Dus Ja. ja. Dus mijn vriend één keer in geweest en kwam er met koppijn uit. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Wen zegt, haha, snap ik. Ook nog. Nou, tof. Ja, hebben jullie nog meer vragen? Kom maar op, hè. Anders ga ik gewoon nog een paar vragen stellen. Maar het is natuurlijk leuker als jullie het doen. Bring it Want daarvoor on. zijn we hier. Dus ik ga even kijken of iemand nog een leuke vraag heeft. Ik heb nog wel een vraag ondertussen. Wat is je favoriete gerecht om te koken?
Oh jee. Oh, dat zijn er zoveel. Meen je? Ja, herkenbaar. Ja, wij hebben sowieso, en dat is eigenlijk niks spannends, dat is gewoon een tomatensoep, maar dat is een familierecept. En dat is via een broer van mijn moeder is dat eigenlijk ja, de familie ingeslingerd. En ik maak dat vrij regelmatig, of maakte dat vrij regelmatig als wij hier feestjes hadden. Vroeger de kinderfeestjes en zo. Lekker makkelijk. Iedereen krijgt toch altijd iets te eten hier. Dus nou, lekker zo'n kop soep. Maar dat, ja, die soep, ja, die is eigenlijk gewoon ook een beetje beroemd geworden in de vriendenkringen en zo. Dat je dan echt gewoon Voor de mensen soep, om het recept vragen en zo. Dus dat is ook wel echt een hele leuke. Ik had met kerst had ik weer eens een keer hazenpeper gemaakt. Dat was echt heel lang geleden. En ja, die was ook wel heel lekker. Maar die wordt eigenlijk, hoe langer dat je hem laat staan, hoe lekkerder dat die wordt. En we hadden nog een beetje ingevroren, want het was natuurlijk te veel. Hoe kan het ook anders? En die hebben we van de week nog met mijn schoonmoeder opgegeten. Nou, echt, ja, zalig. Heerlijk was die. En steektartaar, daar kan ik mijn man wakker voor maken. En hebben we daar dan ook verschillende variantjes op. Daar hadden we met de kerst een Japans variantje op. Met een krumbel van die nori-vellen en van die sesamtoosjes. Ja, ook Klinkt super simpel, maar dat is het vaak, hè. Het hoeft niet moeilijk te zijn. En dat is dat eigenlijk wat ik is het. altijd probeer te vertellen aan mensen van, just do it. En ja, ook hier gaat er wel eens iets fout, hoor. Ik heb ook wel eens een taart uit de oven getrokken dat ik dacht. En daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo van de zoete dingen. Ik ben echt meer van het hartig koken. Maar bijvoorbeeld, ja, een pavlova maken, daar heb ik op een gegeven moment, dat zag ik wel echt als een uitdaging. En ja, ja, als dat dan lukt, weet je wel, dat schuim, dat mooi, mooi hard wordt en dat je hem helemaal kunt decoreren met dat verse fruit en zo. En, ja, en als je dat dan op tafel zet, ja, Ja, dat ziet er dan maak altijd je vrienden gelijk helemaal daar, hè? spectaculair uit, hè? Dus Ja, dat is daar ook maak je mooi. vrienden mee. Ja. Ja, wat je nooit moet doen is surfvlees opzetten en het vergeten. Dat heb ik een keer gehad. Ik had mijn surfvlees opgezet en ik zat op een gegeven moment in de bioscoop met mijn vriend. Een dorp verder. 30 minuten rijden en ik denk, shit, mijn vlees staat nog op. Gelukkig had mijn moeder onze huissleutel. Dus ik mijn moeder bellen, mam, mijn vlees staat nog op. Kun jij het even uitzetten? Nou ja, het was nog net niet zwart. Dus we waren net op tijd. Maar het was wel al helemaal droog gekookt. Dus dan stond het echt al heel lang op. Dus ja, dat moet je nooit En doen. lang is niet erg, alleen moet niet te hoog staan. Nee, ja, het stond ook niet hoog, maar ja, op een gegeven moment verdampt dat water toch. En Ja, ja, toen was er weinig meer over. dan ben je het bokje. Ja, dan ben je het bokje. Marieke vraagt of je nog andere boekenplannen hebt naast de nieuwe adult waar je nu aan het schrijven aan bent. Ja, ik heb onlangs een kort verhaal geschreven. En daarmee doe ik mee aan een schrijfwedstrijd. En ik heb een aantal mensen dat verhaal laten proeflezen. En die hadden eigenlijk allemaal zoiets van: oké, schrijf maar door. Leuk, En leuk. dat doe ik nu nog niet, want ik heb zoiets van: ik wil eerst weten wat er uit die wedstrijd Zie gaat je het ook komen. echt? Ja. En als dat duidelijk is, dan wil ik daar met dat idee ook wel verder. En ik denk dat ik sowieso, nu ik echt wel de smaak te pakken heb, ik wil nu echt boek 2 eerst wel zo ver mogelijk afmaken. Maar dan tussendoor al wel vast wat dingetjes gaan uitwerken. En ik ben zelf altijd heel erg van eerst de dingen afmaken en dan pas aan iets anders beginnen. Maar ik heb wel al gemerkt dat met schrijven eigenlijk helemaal niet hoeft. Dat je soms wel eens dat het fijn is om even aan een ander verhaal te werken. Ik hoorde dat ook vorig jaar toen ik loop tussen de middag nog wel eens een rondje hier met een podcastje in. En toen vertelde ook een schrijfster van, ja, ik heb eigenlijk voor 5 projecten tegelijk lopen. Toen dacht ik, hoe dan? Maar ik begin gaandeweg nu wel te ontdekken van, oh ja, nou, dat moet toch eigenlijk ook wel kunnen. En dan als je even geen inspiratie hebt voor het ene verhaal, of dat je even op een dood spoortje zit, kun je weer even aan het andere werken. Krijg je daar misschien weer energie van, andere ideeën, zodat je weer terug kan naar het andere verhaal. En dat blijft ook wel
gescheiden dan. Want ja, het zijn gewoon twee verschillende verhalen. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar dat begin ik wel steeds meer bij mezelf te ontdekken dat ik dat dan ook wel aandurf. Ja, het lijkt me soms ook wel fijn als je echt in zo'n verhaal gefocust bent om even afstand ervan te nemen, zodat je het weer allemaal wat beter ziet, zeg maar. Ja, en je hoeft dan niet altijd een heel compleet nieuw ander boek te schrijven. Gewoon een kort verhaal schrijven tussendoor is ook leuk. Ja, absoluut. En dan kun je het een keer insturen als er een spontane schrijfwedstrijd komt. Of een keer. Trouwens, dat is ook nog een doel voor dit jaar. Luna, goede vraag. Schiet me nu te binnen. Een website opzetten voor mezelf. Zodat ik ook als ik een keer een leuk kort verhaal heb, dat ik dat ook gewoon zo met jullie kan delen. Dat is dan ook wel zoiets dat ik denk van, ja, daar ga ik ook mee aan de slag. Nou, ik heb bij mij nog een plekje vrij voor een kort verhaal. Dus mocht je er een af hebben tegen mij, dan kun je hem altijd nog bij mij erop. Die is toevallig net bijgekomen. Even kijken. Luna vraagt ook, gezien je ervaring met werken in de Efteling, kun je dit park ooit in een verhaal verweven misschien? Oh ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Ja, ik heb wel eigenlijk, ik heb nooit echt achter de schermen gewerkt, meer zeg maar in de horeca. Ik ben echt een horecameisje. Ik heb ook een horecaopleiding gedaan. Dus dat koken en zo, dat is allemaal niet zo gek dat het bij mij er allemaal in verweven zit. Maar nou, wie weet, ik sluit het niet uit. Liefde bij de poppen. Opgekomen. Kan ook nog. Ja. Gewoon bij de poffertjeskraam. Even kijken, van Wendy. Hoeveel tijd steek je wekelijks gemiddeld in een boek naast je baan, denk ik? Vraag ze, heb je nog een baan? Ja, ik werk 28 uur, dus dat is best wel flink, vind ik. Naast dit alles. Ja, Wendy, dat verschilt eigenlijk heel erg per week. Ik schrijf eigenlijk bijna alleen als ik zin heb. En ik heb gelukkig wel heel vaak zin om te schrijven. Gemiddeld, wat zal het zijn? Een uurtje of 3-4 zo? Dat is nog best veel. Denk ik. Ja, het zal ook een week wat minder zijn. Ja, ik. Dus ik hou dat eigenlijk niet echt bij. Kijk, nou ben ik 2 weken vrij geweest. Ja, dan schiet het lekker op. Dan ben je weer even. Ja, dan heb je echt even ook ruimte in je hoofd. Want dat is het natuurlijk ook. En je moet er echt voor gaan zitten. En dat hoor je ook wel eens van mensen van, oh, doe je dat dan tussendoor? En als je thuis aan het werken bent, zeg nee, dat zijn echt twee dingen die volledig van elkaar los zijn. Want schrijven, dat doe je niet even tussendoor. Tenminste, ik niet. Ik moet daar echt even voor gaan zitten. En dan wil ik ook minimaal 2 uur de tijd hebben, liefst nog langer, om dan gewoon even meters te maken. En dan is het op een gegeven moment ook, dan denk ik ook, nou is het goed. En vind ik het ook fijn om nog een beetje, om nog niet helemaal af te hebben wat ik in mijn hoofd heb. Dat ik nog een beetje hongerig ben, zeg maar, voor de volgende dag. Of voor de volgende keer, zeg maar. Hè? Dat je die zin nog hebt om weer lekker ermee door te gaan. Ja, klinkt goed. Even kijken. Roland vraagt, kook je ook specifiek Noorse gerechten? Nee, ik heb wel de Noorse vissoep natuurlijk zelf gemaakt. Want die heb ik geproefd daar in Noorwegen. En die was zo lekker. En toen ik thuis kwam ook meteen recept opgezocht. En ermee aan de slag gegaan. En ja, die was heerlijk. Maar dat is eigenlijk het enige echte Noorse wat ik zelf gekookt heb. Meer gewoon een beetje Nederlands en Azisch wat je zei. Ja, en Frans vind ik ook altijd wel heel lekker. Ja. Ja, ik heb echt de lekkerste saus die je kunt maken voor bij een stukje vlees. Is de jeneverbessen jus. En die is op 24 Kitchen te vinden. Ja, echt, je weet niet wat je proeft. Gaan we eens opzoeken. Nee. Ben ik benieuwd naar, want die ken ik nog niet. Ja, die zit bij de gewaardeerde patrijs met jeneverbessen jus. Maar als je 24 Kitchen jeneverbessen jus googelt, zit die er meteen in. Gaan we doen. Even kijken, Marieke vraagt, wat is je favoriete plaats in Noorwegen of favoriete seizoen? Ik ben er nog niet in de winter geweest. Staat wel ook nog op het lijstje. Wat een gewetensvraag is dit. Ja.
Ja, dat moet wel ergens in die natuur zijn geweest, hoor. Oh, je overvalt me, Mariek. Wij zijn in de buurt van ja, wacht. Wij zijn op de gletsjer geweest. En die gletsjer die speelt straks in boek 2 een vrij prominente rol. Of in ieder geval, daar komt men op een gegeven moment ook op uit. En wij hebben daar een hike gemaakt. En dat was op aanraden van een nichtje van mij. Want wij zaten daar letterlijk. En ja, op een gegeven moment, zij waren ook in Noorwegen geweest al. Oh, als je daar bent, dan moet je dat doen, weet je wel. Dus we kregen wat tips gaandeweg. En toen ben ik me daarop gaan oriënteren. En dat hebben we gedaan. En ja, dat was best spannend. Man lief heeft hoogtevrees. En hele grote voeten. En je moet er van die ijzers moet je aan. Ja. En die brak één bij hem. Dus dat was niet heel prettig. En dus dat kon gelukkig wel gerepareerd worden. Maar daar waren best ja, spannende momenten. En als je dan inderdaad met je eigen gezin, met koorden aan elkaar verbonden, achter een gids aan, over best steile stukken moet en smalle stukken. En ja, er zitten echt van die gaten in dat ijs. Hè? Dat is echt van die dieptes. Ja, het is schitterend. Maar ik had op dat moment ook best wel even het gevoel van, ik was blij dat mijn man achter me zat. Dat ik die niet in het gezicht hoefde te kijken. en dat die twee boeven van ons voor ons waren. En ja, het was schitterend. Je steekt daar met een bootje het meer over. En het moesten over rotsen lopen nog een half uur naar ja, de voet van de gletsjer. Ja, dan sta je gewoon bij een ijsmuur. En dan ga je door een, ja, over een uitgepikt trappetje ga je omhoog. Ja, ja. En dan loop je over dat landschap. En ja, dat heeft zoiets, ja, surrealistisch, zeg maar. Hè? Het is gewoon net alsof je, als we een beetje buitenaards ook zo, ja, schitterend. Echt heel mooi. Ja. Klinkt prachtig. Ja, weet je, dit maakt niet uit. Je stapt daar in de auto en je gaat rijden en het is mooi. Het is allemaal mooi. Schitterende watervallen. Echt, ja. Oh, dat lijkt me echt prachtig om te zien. In het eerste boek, Naar de Noorderzon, zit de waterval van Veuringsvossen heeft daar een prominente rol. We klappen verder niks, hè Mel? Ik bijt op. Die is ook zo mooi. Die is ook zo mooi. Dat is echt. En die hadden we bijna gemist, hè? We waren aan het rijden. Tralalala. Oh ja, daar zit nog een waterval. Ja, zei ik. Wij gaan daar naartoe. Ik ben echt een watervallenfreak. Dus nou ja. Man lief. Hop, geparkeerd. En wij kijken. Nou ja, echt zo mooi. Dat was echt. Dan komt aan de linkerkant die waterval echt groots naar beneden gedenderd. En aan de rechterkant zit eigenlijk nog een klein stroompje. En ook door de nevel die opstijgt in die vallei en de zon die daarop schijnt, heb je dus aan de rechterkant dan echt een regenboogeffect. Dus ja, dat is zoiets magisch. Dat is wel mooi. Ja. Ik ben bijna als een sprookje. Ja, ja, zo ziet het er ook uit. Hey, en toen had ik dus gewoon mijn goede camera nog niet, hè? Dus ik moet terug. Oh, dat is normaal. Je moet terug. Ja. Je hebt geen keus, het moet gewoon. Ja. Nou, we zijn ondertussen bijna een uur aan het kletsen. Dus ik ga langzaamaan afsluiten. Ik heb nog twee vragen voor je. Eentje van Roland en eentje van Marieke. En daarna geef ik je nog de kans natuurlijk om even uitgebreid te vertellen waarom mensen jouw boek moeten kopen. En dan gaan we langzaam afsluiten. Dus komt de eerste vraag. Schrijf je met muziek aan of in complete stilte? Complete stilte. Knap. Ja, ja, het is altijd al druk genoeg in mijn hoofd. En ik heb ook altijd muziek in mijn hoofd op de een of andere manier. Dat is heel fijn, hoor. Het is wel makkelijk. Ja, hoef je het niet op te doen. Ik doe wel altijd met muziek of iets in mijn oren. Maar schrijven wil ik echt zoveel mogelijk stilte hebben. Ja. Ja. En dan van Marieke. Heb je nog een andere hobby naast koken en schrijven? Al gaat schrijven natuurlijk wel wat verder dan een hobby. Ja, klopt. Nou ja, de fotografie is natuurlijk belangrijk voor mij. Wandelen vind ik ontzettend fijn om te doen. En ja, ik ben eigenlijk nu al een jaar of 6 coach van het hockeyteam van mijn dochter. Het is wel het laatste jaar nu, want ja, nu
die ene hobby een beetje uit de hand gaat lopen, wil ik daar gewoon meer tijd voor vrijmaken. En ze komt nu ook op een leeftijd dat ik het welletjes vind geweest. Dus ja. Leuke hobby's. Nou, en Marieke wil nog wel mee naar Noorwegen met je. En Wens schrijft, als je teruggaat, wel vloggen via stories, hè? Dan kun je ons meenemen. Mag ook via een fotografieaccount. Heel goed, heel goed. Ja. Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Dus ik zeg gewoon doen. Nou, leuk. Gaan we zeker doen. Ja, leuk. Nou ja, voordat ik je de kans ga geven om nog één keer je boek volop aan te prijzen en te vertellen waarom iedereen het moet kopen, waar het over gaat, enzovoorts, wil ik even mededelen dat morgen en overmorgen Liz de host is van de Q&A. Morgen is het op onze tijdlijn, een keer niet op YouTube, want deze schrijft onder het pseudoniem, dus die kan niet in beeld. Dus dan mogen jullie al je vragen schriftelijk aanstellen. En dan overmorgen is het met Alieke van Remmerden. En dan dus met Liz. En ik ben er zondagavond weer met eentje die waarschijnlijk heel veel mensen die nu kijken ook leuk vinden, Marijke Vos. Oh, leuk. Dus, ik zou zeggen, ga kijken. Zondag? Zondag, ja. Ben ik er met Marijke Vos om 7:30. Oké, leuk. Ja, dus heb ik ook weer zin in. En dan geef ik jou nu de kans om je boek te gaan promoten. Ga je gang. Ja, ja. Nou ja, zo gezegd. Nou, dus Noorderzon, weg van jou. Gaat eigenlijk in het kort over Annabelle. Annabelle lijkt echt het perfecte plaatje te leven. Leuke, knappe vent. Succesvol. 3 leuke kinderen. Prachtig huis. Leuke hobby, natuurfotografie. En dan komt de ellende. Haar vader krijgt een hartinfarct. Die neemt ze in huis om te verzorgen. Maar eigenlijk, terwijl dat pa in het ziekenhuis ligt, komt ze erachter dat man lief het niet al te nauw neemt met de huwelijkse trouw. Dus kommer en kwel. Ze probeert eigenlijk alle bal een beetje in de lucht te houden in die periode. En de schijn van een goed huwelijk op te houden richting de kinderen. Omdat ze eigenlijk niet zo goed weet wat ze met de situatie aan moet. Ze raakt eigenlijk een beetje overmoeid. En op dat moment komt de uitnodiging vanuit Noorwegen. Met de vraag van kom jij naar Noorwegen om een website op te leuken met jouw foto's. En die uitnodiging die komt voor haar uit de lucht vallen. Maar ze grijpt hem met beide handen aan om die kant op te gaan. Met name ook om een stukje rust voor zichzelf te creëren. En ook na te denken over haar toekomst. Wat wil ze? En daar in Noorwegen komt ze onverwachts oog in oog te staan met het verleden. En dan is het maar de vraag wat de toekomst gaat brengen. Of dat zij sterk genoeg is om voor zichzelf te kiezen. Of dat ze zich wegcijfert en gaat kiezen voor haar gezin. Ja. In een nutshell. En ja goed, de lezers die het tot op heden gelezen hebben, die kunnen het bijna niet wegleggen. Ik hoor het van iedereen terug. Het is echt eentje een beetje verslavend, hè? Ja. Je wilt weten hoe het afloopt. En dat vind ik echt het mooiste compliment om te krijgen. En dat voor iemand die net debuteert. Dus dat is zo fijn om terug te horen. Dus ik zou zeggen, ik laat hem nog even zien. Heel goed. Allemaal gaan lezen. Want hij is echt de moeite waard. En hij is zo uit, dus hij is ideaal voor challenges. Dat is ook een goeie, ja. Ja, ik zag van de week allemaal die challenges voorbij. Ik wil zoveel boeken lezen dit jaar. Echt, sommige mensen echt zoveel. Dat ik denk, oh, knap. Maar weet je, dit is er eentje. Je hebt hem zo uit en het is genieten. Ja, en Roland vraagt even, ook nieuw adult. Nee, dit is meer een feel-good roman. Ja. Dus dan hebben we die vraag ook nog even snel beantwoord. Nou, ik ga jou super bedanken voor deze live Q&A. Ik vond het erg gezellig. En ik hoop je snel weer een keer te zien, maar dan in de keuken. Ja, leuk. En dan komt het allemaal goed. Heel veel succes met je boek. Heel veel succes met schrijven aan het tweede deel. En iedereen die gekeken heeft, bedankt. Ik wens jullie ook allemaal een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Dankjewel. Doei. Doei.